Aini na National Assembly da so de taki eside aba na milieu ramwet de betaki gotaki kon aba pisi wetia pe de no bekaba ma eside de ronta wetia so af. Ondanks om een kritiek die tjata va tapu toko so de keurig goed en al keurig goed anga twintja si bisten koluku wa moment van sani waka aini na vergaderia. Na goed afgestemd te hebben, voorzitter, met de collega-ministers, aan wie vragen gesteld zijn met betrekking tot klimaatsverandering, de landbouwsector, weg naar zee, chemicaliënimport, carbon credits, worden de vragen integraal door mij beantwoord voor een goede aansluiting. Voorzitter, ter aanzien van de problemen bij weg naar zee, het project van de sediment trapping unit van professor Naipaul heeft als voornaamste doel om de aangroei te bevorderen en zo de voorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van mangroves. Deze sediment trapping units bestaan uit wallabapalen met bamboe als vulmateriaal. Door de STU's wordt de sedimentafzetting gestimuleerd, wat gunstig is voor de groei van mangroves. En dit model moet ervoor zorgen dat de condities worden gecreëerd om de mangrove terug te brengen. En als de mangrove groeit, zal de erosie tegengegaan kunnen worden. Als de mangrove terug kan komen, is het niet alleen een natuurlijke zeewering die erosie tegengaat, maar ook van belang voor de biodiversiteit in die kust. Maar wat we hebben gemerkt, is dat de golven in de afgelopen maanden veel heviger zijn geworden dan voorheen. En dat het vulmateriaal van de sediment trapping units losraakt. Vanwege de sterker wordende golven gaat het planten van de mangroven ook erg moeizaam. Het project van professor Naipaul wordt nog steeds ondersteund door het ministerie van Openbare Werken. Maar alleen moet er gekeken worden naar de mate van slipvorming en het creëren van betere golfbrekers. Het ministerie van Openbare Werken heeft onlangs een meeting met ingenieurs en dijkenbouwers gehad om spoedadvies te geven om semi-versneld golfbrekers te plaatsen. Het proces wordt uitgezet voor het plaatsen van golfbrekers die in versnelde tempo kunnen worden uitgevoerd. En volgens het ministerie van Openbare Werken moet op korte termijn de te plaatsen golfbrekers bescherming kunnen bieden voor de komende 2 tot 3 jaar. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een langetermijnoplossing zoals die van Coroni en het zoeken naar financiering voor een degelijke wering. Voorzitter, ten aanzien van het doorsteken van het dammen door vissers. Klimaatsverandering zorgt momenteel voor een extreme droogte en dat vissers eigendunkelijk dammen doorsteken. En hoe controleren we dit effectief? Het is allereerst belangrijk dat de vissers bij Bigipang en Komowijnen moeten worden geïnformeerd dat het geen zin heeft om bij droogte de dammen door te steken en hoe ze het best moeten omgaan met deze situatie. Dus dit is een gezamenlijke inspanning van de ministers of ministeries van OW, LVV en ROM. Voorzitter, ten aanzien van het weerbaar maken van de agrarische sector tegen klimaatsverandering. Momenteel maken we mee dat watervoorraden drooglopen, watervoorraden worden verontreinigd en er een hoge mate van verzilting plaatsvindt. In onze nationale adaptatieplan, dat elk land dient op te stellen in het kader van klimaatsverandering en is opgesteld onder coördinatie van het ministerie van ROM, samen met de verschillende ministeries en overige stakeholders, is aangegeven dat we onze dataverzameling, dataverwerking en onderzoek moeten verhogen. Dit doen wij door het uitvoeren van diepgaande studies en het opzetten van een observatienetwerk en monitoringssysteem. Het ministerie van ROM is bijvoorbeeld nu bezig met de uitgebreide geomorfologische onderzoek om grondig de processen te begrijpen die hebben geleid tot de vorming van de huidige landschapsstructuren. En dan kan er straks weer gevraagd worden waarom zoveel onderzoek we willen actie zien. En dat is juist het probleem van voorheen. Omdat er niet voldoende onderzoek is geweest en we niet voldoende data beschikken, kunnen we niet altijd duurzame en effectieve oplossingen bedenken voor bijvoorbeeld het voorkomen van kusterosie of om op een duurzame manier de social impact van de klimaatsveranderingsproblematieken in gebieden te beperken. Verder geeft het plan ook aan dat er gewerkt moet worden aan wet en regelgeving door toevoeging van het aspect klimaatsverandering aan waterwetten en ontwikkelen van oppervlakte waterwetten, updaten van wet en regelgeving in zaken ruimtelijke ordening en een concept wet ruimtelijke ordening ligt al ready en wet en regelgeving op het gebied van rampenbeheersing.
Om de agrarische sector weerbaar te maken tegen klimaatsverandering geeft het plan aan dat er gewerkt zal worden aan het aanleggen van meer dijken in laaggelegen gebieden, de aanplant van boomhagen en alternatieve teeltsystemen. Voorzitter, ten aanzien van de samenwerking met het ministerie van VG, Volksgezondheid, Synchronisatiebeleid en de positie van Milieuinspectie. Het Nationaal Klimaatsadaptatieplan is cross-sectoraal en cross-foundational en beslaat ook vooral gezondheid en educatie en geeft aan dat er een vergrote aandacht zal zijn voor de verbetering van methoden voor het verzamelen van gegevens over klimaatsverandering in relatie tot gezondheid, training en monitoring van klimaatsveranderingsgerelateerde ziekten. We werken nu al aan het vergroten van het publieksbewustzijn over onderwerpen als de oorzaken, effecten en gevolgen van klimaatsverandering en advies geven over hoe onder andere de gevolgen van klimaatsverandering kunnen worden geminimaliseerd en hoe voorbereid te zijn op de effecten van klimaatsverandering. De Milieuinspectie van Volksgezondheid heeft als taak om de samenleving voor te lichten en te adviseren over de vector-borne diseases en het bevorderen van een schone omgeving in het kader van publieke gezondheidszorg. Het bespuiten tegen de dengue muskiet wordt toegepast wanneer er in een klein gebied in korte tijd veel gevallen van besmettingen zijn. Primair is het voorkomen van broedplaatsen. Voorzitter, ten aanzien van chemicaliegebruik en import, de beschikking gevaarlijke stoffen is reeds in concept en moet worden afgerond. Deze conceptbeschikking is voorbereid met verschillende stakeholders. Chemicaliën op de negatieve lijst worden na toestemming van NIMOS, nu en later NMA, goedgekeurd door IUD, dat is dus de invoer- en uitvoerdiviziecontrole voor import. Landbouwchemicaliën, onder andere ureum en pesticiden, worden na verkregen toestemming van LVV goedgekeurd door IUD voor import. Voorzitter, ten aanzien van de vragen en opmerkingen over het uitvoeren van milieueffectenanalyses bij goudwinning door Scalians en kwikdampen in Paramaribo en monitoring op hout- en goudconcessies. Goudwinning met Scalians is illegaal. Voor illegale activiteiten kan er geen milieueffectenanalyse worden uitgevoerd. De milieueffectanalyse is een officieel proces ten behoeve van het verkrijgen van vergunning na goedkeuring van de milieueffectenrapportage. Een milieueffectenanalyse moet nooit en te nimmer gebruikt worden om activiteiten die tegen wetten, regels, overeenkomsten zijn te rechtvaardigen. Natuurlijk kan je altijd de milieuschade van zo'n activiteit vastleggen, maar dat gebeurt niet via een milieueffectenanalyse, maar via een milieuanalyse. Een milieueffectenanalyse is het officieel proces dat leidt tot een milieueffectenrapport, waarbij de verschillende stappen, zoals screening, etc., gevolgd moeten worden. Bepaalde processen moeten worden meegenomen, bijvoorbeeld stakeholdersconsultaties. En er een format is gekoppeld aan het eindproduct, dat is de MER, om ten einde ook bepaalde vergunningen en goedkeuringen te krijgen. Een milieuanalyse kan any milieustudie, analyse van het milieu zijn, bijvoorbeeld een milieusaneringsonderzoek, vaststellen van milieuschade, etc. En hoeft niet te koppelen te zijn aan een aanvraag. Een voorbeeld van een milieuanalyse is een onderzoek om vast te stellen wat de schade is als gevolg van Scalians in een bepaald gebied. Het ministerie van ROM en NIMOS zijn al gestart met een onderzoek naar het juiste en efficiëntste filtersysteem voor de opvang van kwikdamp uit de schoorsteen van bestaande goudopkoopbedrijven. Simultaan hieraan is er een werkafspraak gemaakt met vergunningverleners om voorlopig geen nieuwe vergunningen uit te geven voor de opzet van nieuwe opkoopbedrijven. Onderzoek wordt gecoördineerd door ADEC en krijgt een vervolgtraject om de luchtkwaliteit te meten op kwikdamp. De meters zijn al aangeschaft. Heel binnenkort zullen duidelijke richtlijnen worden uitgebracht voor de goudopkoopbedrijven en moet de NMA dit monitoren en zal de handhaving plaatsvinden bij overtreding van de regels. Er zal gekeken worden naar een manier om incentives te creëren voor de bestaande opkoopbedrijven om uitsluitend kwikvrije goud op te kopen. Met betrekking tot de monitoring en handhaving van goudconcessies wordt deze uitgevoerd door SBB middels een NRTM. Dit staat voor Near Real-Time Monitoring en dit is een combinatie van satelliet- en veldmonitoring. En elke afwijking van zo'n goudconcessie wordt direct gedetecteerd door SBB. Met betrekking tot de goudconcessies is het een aangelegenheid van de GMD van het ministerie van NH. De mijninspecteurs zijn er om deze activiteiten te monitoren.
De NMA is de handhaver van de milieuraamwet en dus de verlener van de milieuvergunning. Met betrekking tot de schadevergoeding gaat er een heel proces aan verbonden worden, zoals het vaststellen van de contaminatie, de veroorzaker, waarde toekenning aan de schade en zelfs het opstarten van een opsporing conform de bepalingen van de milieuraamwet. Voorzitter, ten aanzien van de vraag hoe de samenwerking zal zijn tussen de verschillende instanties die gaan over de monitoring van giftige stoffen en bestrijdingsmiddelen. Het is een heel goede vraag omdat het hier gaat om drie zaken. Namelijk 1. Een bestrijdingsmiddel. 2. Monitoring van giftige stoffen. En 3. De regulering van alle gevaarlijke stoffen die binnen en buiten zich bevinden in Suriname.